U bent degene die ze heeft opgegeven, of hebben de jongens zichzelf opgegeven voor de stadspelen? Deze jongens. Deze jongens? Nee, dat is gewoon mijn team die ik train. Dit is gewoon uw team? Ja, dat is mijn team die ik train. Wat is uw verbindenis dan met de stadspelen? Ik ben gevraagd of ik ze in heel veel dingen wil steunen in het stadspel gebeuren. Oké. Wat lezingen geven over voetballen en dat soort dingen. En de werving. Dus dan doe ik het met volle overgave eigenlijk. Dus, En waarom heeft u gedacht van nou, die stadspelen, dat lijkt me wel wat. Daar ga ik me voor inzetten. Nou, kijk, ik werk vaak met jeugd en met voetbal gebeuren. En ze vroegen mij dus voor het voetbal. Nou, ik ben toen 10 jaar prof geweest en daarbij het is al lang trainer en toen een beetje wat ervaringen op doen. Ja. Dat is natuurlijk leuk voor de mensen ook en ja, als floor manager in een project gebeuren, vonden ze mij als geschikt te voelen. Dus. Ja, en u doet het zelf ook dus met veel plezier. Ja, absoluut. Het is echt een uitdaging om de jongens absoluut. Een beetje te motiveren. Absoluut. En dat hele teampje doet mee met, als ze allemaal met de Stadspel Noord doen ze mee. Met de stadspelen doen ze ja, mee. Ja. Nou, dat is toch leuk. En hoe heeft u ze zover gekregen? Of stonden ze eigenlijk toen u zei van er is een toernooi? Het foldertje zien was genoeg. Ah, dus, nou, dat is eigenlijk wat nodig is toch, hè? Het is een van de weinigen dat ze goed gehoorzamen. Oké. Maar het is een zeer gewillige groep. Nou, dus je ziet hoe gedisciplineerd eigenlijk. Ja, u hoeft er niet eens bij te staan en even kijken hoor. Nee. En ze doen het allemaal. Oké, okay, nou, dan gaan we kijken. We gaan kijken. Ja, prima. En wat drijft u zo om het veld te staan? Want ik kan me voorstellen dat mensen denken... Voetbaldier. Het is niks mooier om met die gasten te werken, toch? Ja. Niks mooier is er. Dus dat is... Ja, ik dit is super gewoon. Kijk wat er gebeurt. Het is gewoon elke week. Ik heb altijd zoveel mensen op trainen. Dat is ongelooflijk. Voor zo'n klein clubje. Dat een gemotiveerde groep. Wie ben je? Wat is je naam? Peter Visser. Yep. En je traint hier? Ja. Bij Meteor? Yep. Hoe lang voetbal je al hier? Sinds mijn geboorte, 16 jaar of zo. 16 jaar bijna, dat is lang. En je gaat mee aan de stad spelen? Yep. Wat is de reden waarom je hebt opgegeven? Wat dacht je? Het lijkt me wel leuk om mee te doen gewoon. Samen met je team? Yep. Gezellig voetballen en met je coach, die gaat een beetje begeleiden. En wie denk je dat jullie grootste concurrent gaat worden als je moet kijken naar de stadsdelen? Ja, ik zou het niet weten eigenlijk. Waar kom je zelf vandaan? In Amsterdam-Noord. Amsterdam-Noord. Dus je hebt niet echt vanaf je denkt, West, daar moeten we wat van te duchten hebben? Nou, denk ik niet. Je denkt het niet? Je denkt eigenlijk Noord wordt ongeslagen kampioen? Yep. Nou, dat is een mooie instelling in ieder geval. Yep. Top. Jij gaat nog een bal erin trappen of je gaat lekker douchen naar huis? Nee, ik ga nog een balletje trappen. Oké, top. Ik ga even filmen. Is goed, dankjewel. Kan ik jou een paar vragen stellen nog? Over waarom je mee gaat doen met de stadspelen? Vertel maar. Ja, ik hou wel van voetbal en zo. En meestal als er een toernooitje is, dan speel ik mee. Oké. Dus dit lijkt me ook wel leuk om mee te doen. En hoe heb je gehoord van de stadspelers? Dat van je coach? Van mijn coach, ja. En toen dacht je van, dat is wel iets voor ons. Ja, tuurlijk. Wij willen meedoen eraan. Ja. En ik neem aan dat jullie voor de eerste prijs gaan? Ja, ik hoop het. Ja. Je hoopt het wel. En wie denk je dat jullie de grootste concurrent is? Of heb je... Ik denk Oost of Zuidoost. Oost of Zuidoost. Ja. En je woont zelf in Noord? Ja. Oké. Hoe lang voetbal je al? Ik voetbal sinds dat ik mag voetballen. En dat is? 6 jaar of zo. 6 jaar? Ja. Nou, dat is toch redelijk lang. Uh-huh. En dat is al die tijd al bij Meteor geweest? Nee. Waar heb je hiervoor gevoetbald? Bij OSV, DWV en TOB. Oké, en je voetbalt nu bij Meteor? Bij Meteor, ja. En hoe ben je hier gekomen? We waren van plan om een vriendenteam te maken. Okay. Is dat een beetje gelukt? Ja, tuurlijk. Dus dit zijn allemaal vrienden van je en jullie willen met z'n allen willen jullie eigenlijk voor de eerste prijs gaan op de stad spelen? Klopt. Nou, helemaal mooi. Als jullie weer gaan trainen en jullie gaan een potje spelen, dan willen we er graag bij zijn. Dus ik hoop dat het binnenkort is, dan gaan we jullie weer filmen. Is goed. Top. Hey, succes ermee en we zien je dan in de finale, neem ik aan. Ik hoop het. Oké, top man. Dank je. Dank je. Yep.